Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tis Madeleine. En vandaag ga ik een hele speelgoedzoekplocht doen. Kijk, dus ik zat laatst gewoon in de auto. En ik reed door het centrum van het dorp waar mijn ouders wonen. En toen zag ik bij de Kruidvat 75% korting. Dus ik ben deze week 2 keer gegaan naar de Kruidvat. Geld te spelen voor nieuwe video's en doorverkoop. Want niet al het speelgoed dat ik dadelijk laat zien ga ik gebruiken voor YouTube video's. Sommige dingen heb ik gewoon gekocht om door te verkopen. Omdat je nou voor 50 cent kon krijgen bijvoorbeeld. En ik weet gewoon, tenminste 50 cent is overdreven, 1 euro of 2 euro. En ik weet gewoon dat ik er makkelijk 5 euro voor kan vangen. En vaak het speelgoed dat ik heb gebruikt op YouTube, zet ik dan op Vinted daarna. Want natuurlijk in mijn vrije tijd niet met zo'n speelgoed speel. Dus dan kan ik meenemen naar Vinted. En ongeveer eens per half jaar sta ik ook op zo'n grote braderiemarkt, weet je wel, met alle speelgoed. Top. Dus ik ga jullie vandaag alles laten zien wat ik deze week heb gekocht. En het is best wel veel. En uiteindelijk heeft het 25 euro gekost. Dus dat valt er wel mee. Laten we beginnen. En uiteraard bewaar ik weer het grootste voor het laatst. Ik heb hier dus een hele tas vol met speelgoed. En dan heb ik nog één groot ding erbij. Ik ga hier eerst even 3 doosjes uithalen. Deze 3. Want die heb ik deze week niet gekocht. Die heb ik een keer gekocht toen ik in Weert was met een vriendin. Maar die zijn wel voor YouTube bestemd. En dan moet ik allemaal nog naar boven slepen. Naar mijn kast waar ik al mijn YouTube spullen heb liggen en zo. En nu zit hier daadwerkelijk alleen nog maar YouTube speelgoed in. Tada, een hele tas vol. Het komt van de Kruidvat, niet van een New Yorker. Maar goed. En allereerst, deze is gelijk voor de doorverkoop. Efteling schilderen op nummer. En deze was nou 1,25 euro. Ja, vroeger deed ik zulke dingen nog wel eens voor YouTube. Maar ik probeer nou meer op te letten dat ik zulke dingen niet doe. En dat ik zoveel mogelijk gewoon theatervlogs maak en zo. Maar om die theatervlogs te kunnen blijven financieren, moet ik ook wel winst maken op andere video's. Dus daarom moet ik af en toe nog van zulke dingen doen. Maar deze is dus gewoon voor de doorverkoop. Oké, dan ga ik even wat pakken, want dat werkt op YouTube is niet antwoord op site. Om hier alleen maar te blijven kijken naar dingen die voor de verkoop zijn. En dat is deze Disney Princess Bob & Tops. En deze waren nou 1 euro. En na de opnames kan ik ze ook makkelijk voor 3 euro verkopen. Welkom in mijn leven. En we hebben Rapunzel en Ariel. En nog één verrassing, van waarom we niet weten wie het is. Oké, dan ga ik weer eentje pakken voor de doorverkoop. En dit is Lego Disney Frozen. En deze was nu, even spieken. Deze was nu 2,25 euro. En dan gaan we weer door met iets voor YouTube. En dat is dit miniatuur 3D puzzelkasteel. En dat deed me heel erg denken dat ik ooit van het Hof van Saxe ging. Naar het Hof van Saxe ging. En daar had je dan een hele afdeling waar je allemaal hout kon puzzelen en vouwen en zo. En ik ga dit keer weer terug naar het Hof van Saxe na 6 jaar. Hey. Oké, laat me weten als jullie daar ook een vlog van willen. Maar goed, deze was nu... Gaan we weer spieken. Deze was nu 1,25 euro. Ja, zulke dingen kan ik natuurlijk weer makkelijk terugverdienen met YouTube. Ik koop vaak geen speelgoed van echt 50 euro, omdat ik gewoon weet dat ik dat niet ga terugverdienen. Maar bijvoorbeeld met de muizenmama of de mama surprise die er nog aan gaat komen, heb ik nu alweer een van de 2 sets verkocht tegen inkoopprijs. Dus is dat alleen maar winst. YouTubers zijn er soms ook een beetje marketing doen. Goed, dan deze is niet voor de doorverkoop en niet voor YouTube. Maar die zag ik toevallig liggen. En dat is het Tina Winterboek. En deze was nu 1 euro... 37. Waarom zo specifiek? Oké. In ieder geval 1,37 euro. En dan denk je, Misha, waarom ga je een Tina lopen kopen? Maar ik heb deze natuurlijk al eentje in huis. Want hier staan Milena en Rosanne. En dus ja, voor die 1,27 of 1,37 zoiets, ga ik hem niet laten liggen. Aangezien ik er ook ooit 7,25 voor heb betaald. En nu heb ik dus voor 8,02 euro van deze boekjes. 8,5. Yay! Maar ik echt waar, jongens, toen ik deze zag liggen, ik nam hem gelijk mee. Mij niet aanbieden voor 1 euro nog wat, om Miro in mijn huis te hebben. Goed, dan ga ik weer verder met iets voor YouTube. En dat zijn deze Disney Classics Dalmatiers Pop & Tops weer. Weer 2 honden en 1 verrassing. En deze was nu 1,25 euro. En hier ben ik een beetje de fout in gegaan. Want omdat ik dus 2 dagen naar de Kruidvat ben gegaan, heb ik niet goed opgelet van die Pop & Tops, welke ik allemaal wel en niet had gekocht. Dus heb ik per ongeluk 2 keer dezelfde gekocht. Dus hier heb ik er nog eentje. Maar deze gebruik ik dus wel gewoon direct door de doorverkoop. Op zich op die 1,25 euro kan ik natuurlijk ook makkelijk winst maken met deze dingen. Dan heb ik hier een schilderen op nummer met een bever. En deze was nu 1 euro. Na de opnames gooi ik deze gewoon weg. Want die gaat geen geschilderd schilderij te koop zetten. Maar goed, ook op die 1 euro met de video maak ik makkelijk winst. En dan kwam ik er straks nog eentje tegen. Dat is deze. Deze heb ik al eens gemaakt voor een video. Dus deze ga ik ook direct te koop zetten. Goed, once again, 1 euro. Makkelijk winst. En dan heb ik nog dit waterfiguur. En die gaat, als het goed is, iets van bewegen of zo. Als je hem in water stopt. En deze was nu maar 25 cent.
Hiervan had ik ook een keer een andere gekocht van een andere video. Maar dit is heel leuk, want hier moet je echt mee spelen om hem te laten werken. En dan als één na laatste, dus de laatste voordat de grote klapper komt, heb ik hier Lego Duplo. En deze was nu maar... Ach jongens, ik ga weer spieken. Deze was nu maar 75 cent. Nou, deze kun ik voor minstens een euro kwijt. En nu ga ik de grote klapper erbij pakken. Als kind keek ik natuurlijk naar mensen zoals Meisje Tamilla en zo. En die hadden altijd van die hele grote dingen video's. Want dat zijn gewoon grote YouTubers. En ik ben relatief klein voor een YouTuber. Terwijl YouTube wel gewoon mijn bijbaan is, mijn werk. Ik verdien er geld mee. Ik zit eigenlijk op een content creator opleiding. En dat wilde ik er altijd hebben. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal mega duur. En nu door mijn werk kan ik vaak kopen wat ik als kind allemaal wil hebben. Dus ik presenteer de Orbeez Smoothing Spa. Met 2000 Orbeez. Voor 13 euro. Vraag me niet waarom ik dit heb gekocht. Ik ga weer lekker video's maken de komende tijd. En als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook op het telepapelletje naast de abonneerknop. Zodat je nooit meer melding van mij hoeft te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!